Je kijkt naar een extra video voor de Stay OK website en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je zo'n mooi boekingsmenu kan maken met een pop-up. Laten we snel beginnen. Tot nu toe hebben we heel veel gewerkt in design modus. Nu gaan we naar prototype modus, waarin je van je website, van je ontwerp, een werkend prototype kan maken. Je mag even op homepage klikken en dan druk je op het huisje. Daarmee zorgen we dat dat de homepage is. En als we nu op play drukken, dan begint hij heel mooi bij homepage. En nu moeten we lijntjes gaan zetten. Dus ik klik een aantal keren totdat ik bij dit vakje zo kom. En dan kan je zien in lagen. Ik heb een vierkantje gemaakt en die klikgebied genoemd. En dat vierkantje zorgt ervoor dat dit helemaal nu klikbaar is. Zoom ik een beetje uit met command min of met de trackpad. En nu kan ik met het blauwe bolletje een lijntje trekken naar dit tekengebied waarin ik het eerste minuutje gemaakt heb. Zie? Nou, dan komen hier allerlei opties. Je ziet hier staan bij mij type overlay. Bij jou staat denk ik transition als eerste nog. En als je op play drukt, dan zie je wat dat is. Dan gaat hij erheen. Dus dan gaat hij doen alsof dat een nieuwe webpagina is. Dat wil ik niet. Ik wil dat het er over mijn homepage heen komt. Dus kies ik bij type overlay. En dan zie je hier zo'n groen vlak verschijnen. Dat groene vlak, dat schuif ik helemaal naar boven. Zodat het echt boven op de bovenkant komt. En als ik nu play doe en ik klik hierop, dan komt het vlakje dus over mijn homepage heen. Kan ik hier ook nog een animatie kiezen, daar kun je nog wat dingen in proberen. Maar dan is het verder het eerste knopje is helemaal goed. Trouwens, je ziet ook een beetje grijzige achtergrond. Dat betekent dat hij doorzichtig is, dit artboard. En als ik klik even op het artboard, even in design modus, dan kan je zien dat ik dat hier gedaan heb. Dus stel ik had dat niet gedaan en ik doe even weer play. Zie, dan krijg ik zo'n wit vlak erover en dat wil ik natuurlijk niet. Dus daarom heb ik het hier zo bij Appearance doorzichtig gemaakt. Nou, dan vanaf dit vlak moet ik ook weer lijntjes gaan trekken in hetzelfde principe. Ik ga je gewoon even een paar voorbeeldjes geven en dan mag je de rest zelf gaan doen. Dus bijvoorbeeld het kruisje, klik je aan, in prototype modus natuurlijk. Het kruisje laat ik terugleiden naar de homepage. Daar kies ik geen overlay, maar gewoon transition, zodat hij gewoon lekker teruggaat. En bij alle andere knopjes, dus bij Traveler, een aantal keer dubbelklikken, zodat je goed dit vakje selecteert. En dan kan ik van Traveler naar deze gaan. En van Datum ook naar het vakje van Datum. Wel goed opletten dat je niet Transition kiest, maar Overlay. Dus ook hier, dit lijntje. Foutje voor mij. Even goed klikken. Dit lijntje moet dus ook een overlay zijn. Even testen. Play. Traveler. Ja, gaan we Traveler. Kruisje. Zo. Dus je ziet steeds dat je dus ook die lijntjes, als je even ook op het artboard klikt bijvoorbeeld, dan zie je die lijntjes ook weer. En stel ik wil dit lijntje zo veranderen, dan moet ik gewoon ergens in het grijze lijntje klikken. En dan kan ik hier de settings van veranderen. Nou, de rest mag je zelf gaan doen, zodat het minuutje werkend wordt. Succes!